Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met Bart Drost. Als middelste van 13 kinderen zat Bart er middenin. En dat maakte hem een verbinder, zeg maar een bruggenbouwer. Op 20-jarige leeftijd leerde hij zijn vrouw kennen en ze zijn inmiddels meer dan 45 jaar bij elkaar. Hij schrijft verhalen, gedichten en een boek. Maar naast zijn vrouw heeft Bart een tweede liefde en dat is hout. Hij werkte in de jachtbouw, maar kan ook het houtwerk van een Rolls Royce vervangen. En hij bouwt violen. Je kreeg als kind een viool in handen en je hebt toen gezegd: hoe heeft iemand dit instrument gebouwd? Dat wil ik ook kunnen. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik een jaar of 8 geweest moet zijn. Zo, ja. Met een hele ruime blik naar voren dan, hè? Ja. Maar... Want wanneer kwam in je leven dat vioolbouwen te pas? Want het is niet meteen begonnen. Nee, helemaal niet zelfs. En eigenlijk, het is een heel lang verhaal, maar ik probeer ze kort mogelijk samen te vatten. Als klein kereltje word ik geraakt door de verschijning van de viool. Mijn vader bracht er een mee en het was een hele mooie Duitse viool en een kopie van een Stradivari viool. Een hartstikke mooi instrument. Mijn vader had nog een klein momentje misschien gedacht dat het een echte Stradivari zou zijn. Maar dat speelde je vader ook? Nee. Oh. Maar hij was wel muzikaal. Hij kon zo achter het orgel gaan zitten, achter een harmonium. En hij speelde gewoon een aantal akkoorden. Hij kon gewoon een stukje muziek spelen. Nou, oké. Dus je hebt het niet van een vreemd? Ik denk het ja. Maar ik vond het wel grappig dat hij viool meebracht. Want ik had hem nooit eerder over viool gehoord of gezien. En hij bracht het instrument mee. En ik heb dat ding eindeloos in mijn vingers gehad. Ik vond het zo'n bijzonder instrument. De vorm sowieso. Ik heb er eindeloos met mijn vingers over de krul, de bladen, de welvingen van de bladen. Hoe krijgt iemand zo'n instrument gebouwd? Dat heeft me getriggerd ergens en dat heeft me nooit meer losgelaten. Maar toen kwam het leven ertussen. Wat gebeurde er toen? Je ging naar school. Ja, dan ga je naar school en uiteindelijk heb ik een technische opleiding gedaan. Omdat ik gewoon, ik ben een techneut. En dat zit ook in onze genen. Dat zie ik bij mijn broers terug, bij mijn eigen kinderen. Maar dat zit gewoon ergens heel diep ingebakken. Maar alles wat met techniek te maken heeft, is interessant. Oftewel, je zou kunnen zeggen, ik ben eigenlijk te breed georiënteerd als het gaat om techniek. En dat is ook mijn valkuil. Maar ik vond dit wel zo ontzettend mooi. En in mijn opleiding, ik ben uiteindelijk opgeleid voor bouwkunde. Mm-hmm. En daar heb ik ook heel leuk werk in gedaan. Allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk, die viool is gewoon nooit boven water gekomen. In die zin, het bouwen daarvan was niet aan de orde. Nee. Maar toen wij getrouwd waren, mijn vrouw en ik. Ik heb wel altijd iets gehad met die instrumenten. En dan kom je op het moment dat je een ding ziet liggen ergens, zo'n viool, en dan beginnen mijn vingers te tintelen. En als mijn vingers tintelen, dan gaat die viool mee. Wat er ook gebeurt. Er kunnen er 6 op een rij liggen en 1 van die 6, ik pak dat ding in mijn vingers en mijn vingers beginnen te kriebelen. Waarom? Ik kan het niet verklaren. Dat hebben wij vrouwen met oorbellen. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Ja, maar oké, dan dus gaat zo'n instrument... Dus jij verzamelde als het ware op de achtergrond violen? Ja, ik verzamel violen, ja. En ik heb er nu zo'n stuk of 30. Zo. Maar en daar zitten aardige instrumenten bij, er zitten ook eenvoudige. Maar hoe dan ook, als ze interessant genoeg zijn, neem ik ze mee. En uiteindelijk heb ik tegen mijn vrouw gezegd, toen zij zich wat ongerust begon te maken over... wat ga je ermee doen met al die instrumenten? Want ja... Ze nemen ook ruimte in natuurlijk. En wij woonden hier in het dorp in een oud huis. En dat moest ook verbouwd worden. En dan begin jij met een verzameling violen. Handig is het niet echt. Nee. En daar had ze groot gelijk in. Maar ik heb steeds gezegd, er gaat een keer iets mee gebeuren. Maar wanneer en hoe kan ik niet vertellen. Dat weet ik niet. Kan ik gewoon niet overzien. En ik heb in de loop van de jaren
dat wij getrouwd zijn. En ik heb bouwkundig werk gedaan bij verschillende aannemersbedrijven. En aan verschillende kanten van de tafel gezeten, ook in de bouwwereld. En uiteindelijk kom je op het moment dat je zegt van ja, is er nu ergens een mogelijkheid om bijvoorbeeld dat vioolbouwen te leren? Want ik had wel die interesse, die lag er nog steeds, die was nog steeds vers. En dan ga je zoeken en dan kom je tot ontdekking dat er eigenlijk alleen maar opleidingen zijn in het buitenland. In Nederland is niks te vinden. Oké. Okay. Dat verhaal van Makkum, dat heb ik ook als vraag op mijn lijstje staan. Ja. Dat is zo'n prachtig verhaal. Wil je dat vertellen? Maar dan al vanaf het begin, hè? Vanaf in de boot stappen. Ja. Ja, wij gingen met onze boot op pad. We gingen het wat op en we gingen richting Texel. En we zeilden Ouderschild aan en we lagen in de haven. En de volgende dag zouden we doorvaren naar Kornwerderzand. Want onze zoon woont, een van de zonen, woont in Oudega, Friesland. En wij zouden dan naar hen toe gaan. En we zouden via Kornwerderzand dan de sluis door en bij Makkum voorbij. En dan bij Workum naar binnen. Nou, dat was het plan. Wij keken de volgende dag op onze weerkaart. En ik zei tegen mijn vrouw, nou, er komt wel wat slechter weer aan. En het kan vanavond wel een 7 geven. Maar goed, dan liggen wij al lang bij Kornwerderzand. Dus dan hebben we dat al achter de rug. Dus oké, we gaan. Half uur na laag water. Wij gingen de haven uit. We trokken de zeilen en we gingen. Koers uitgezet op onze laptop. En we waren nog niet een half uur onderweg. En de wind trok aan. En er stond eigenlijk binnen een uur een windkracht 8. Nou, dat was niet zo leuk natuurlijk. Dat was voor mijn vrouw sowieso. Dat was haar eerste zoutwaterervaring. En ik zei tegen haar, jij vindt het niet leuk meer. Nee, nou, dat was duidelijk. En ik zag haar schakelen. Ik zag dat koppie. Ik denk, daar gebeurt wat. Ik zeg, en nu? Nou, zegt ze, we hebben geen keus. Dus we gaan. Ze heeft alles perfect gedaan wat ze doen moest. We waren gewoon een topteam aan boord. En er wordt wel eens gezegd, wat is de zeewaardigheid van een schip? Nou, dat wordt bepaald niet door het schip zozeer, maar wel door de bemanning. En zij heeft zich buitengewoon kranig gedragen. Ik was zo allemachtig trots op haar. En dat heb ik haar ook verteld. Maar we lagen dus in no time voor Kornwerderzand. Nou, het spookte echt. Want je hebt een laag stuifwater, je ziet de betoning niet meer. En dat is gewoon niet leuk. Dit en weer zoek je niet. Gevaarlijk, hè? Nou ja, er zitten risico's aan. Te zeggen. Tuurlijk zitten er risico's aan. Maar goed, het schip heeft het prima gehouden en de bemanning ook. En wij lagen in de sluis bij Kornwerderzand en we zeiden, wat gaan we doen? Nou ja, zei mevrouw, we moeten naar Workum. Ik zei, ja, maar ik heb helemaal geen zin om nu op de laag wal langs Makkum naar Workum te gaan. Want dan is het ook puistig. En oké, dus zeg ik tegen haar, we gaan gewoon de sluis uit. We steken over, we gaan het geultje van Makkum in en we komen er wel. Dan liggen we in ieder geval vannacht rustig. En dat hebben we gedaan. Het kolkte daar. Het was gewoon echt slecht weer. We kwamen in de jachthaven. We hebben daar onze zeilpakken aangehouden. We zijn gaan lopen het dorp in onze zeilpakken. Klapwind, klapregen. En dan lopen we over de markt. En dan kijk ik in zo'n steegje, zo'n gloppie. En daar zie ik een bordje boven een dubbele deur. Nederlandse vioolbouwschool. Krijg een oude hik. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, ja, maar dat wil ik zien. En ze zegt, ja, maar dat is van vroeger waarschijnlijk. Er zit een schoonheidssalon in. En inderdaad zat er ook een affiche, zo'n reclameding voor een schoonheidssalon. Ik zeg, joh, maar ik wil het wel zien. Dus we zijn naar binnen gegaan met z'n tweeën. De Nederlandse vioolbouwschool. Niet te geloven. Dus ik vroeg aan de docent daar, Dirk Jacob. Ik zeg, Dirk Jacob, waarom kan ik jou op internet niet vinden? Hij zei, Bart, ik kan een mailtje versturen en meer moet je me niet vragen. Oké, dat was duidelijk. Er was windkracht 8 voor nodig. Daar was windkracht 8 voor nodig om daar te komen. Geweldig, ja. Geweldig verhaal. Ik heb ook een beetje gezocht natuurlijk in Wiki onder andere. Je ontkomt er niet aan. Een viool bestaat uit 60 onderdelen. Zoals de kam waarover de snaren lopen, de zangbalk en de stapel en in de klankkast. Nou, ik begin al te stotteren, dus ik zou zeggen, geef ons eventjes een mooie verklaring van dit. Ja, zangbalk, het is wel een mooie naam. Ja, het is een hele mooie naam. Laat ik het zo zeggen. Elk instrument,
elk strijkinstrument, of je nou een viool hebt, of een altviool, of een cello, een bas, dat maakt niet uit. Elk instrument heeft een bepaalde uitgedachte, constructieve vorm. Die vorm die moet zo zijn dat het instrument kan bewegen, want hij moet trillingen voortbrengen, hij moet klank voortbrengen, en dat gebeurt door trillingen. Tegelijk moet het instrument ook stijf genoeg zijn om allerlei krachten die ontstaan door het aanspannen van je snaren. Het spul moet wel sterk genoeg zijn. En als je dan het bovenblad even bekijkt. Dat bovenblad dat heeft een paar F-gaten. Dat zijn openingen waar de geluid... Ja, die mooie krullen hè, die erin zitten. Ja. Daar door die F-gaten kan het geluid heen en weer. Wat er gebeurt tijdens het aanstrijken van een instrument is dat er trillingen ontstaan. En die trillingen die brengen de bladen in beweging. Als je kijkt naar een geluidbox van een radio, dan zie je die konus in het midden. Ja, zie je trillen. En daaromheen zit het zwarte materiaal, een soort kartonachtig spul. En daar zitten allemaal golfjes in. En die konus die kan heen en weer. Eigenlijk doen vioolbladen precies hetzelfde. Alleen wij zien dat niet, want dat zijn microtrillingen. Maar als je bijvoorbeeld een contrabas hebt en iemand speelt de lage snaar op de contrabas, dan voel je aan je kleding dat ding zo enorm trilt. En als je hand op het blad ligt, voel je dat ook. Nou, bij viool is het allemaal veel subtieler, omdat je daar in een heel ander frequentiebereik zit. Maar het instrument krijgt ongelooflijk veel voor zijn kiezen. En daar heb je dus die zangbalk onder andere bij nodig om de stapel te kunnen ondersteunen. Want als die zangbalk daar niet zou zitten, dan zou het blad niet sterk genoeg zijn om de kam te dragen waar de aanspanning van die snaren overheen loopt. Ja, want dat zal een enorme druk zijn. Hè? Die snaren zijn gespannen. Ja, dat is ongeveer 25 kilo. Wow. Wat vanaf het staartstuk naar de krul, naar de stempennen, daar komt een totaalkracht van circa 25 kilo op te staan. Dus en dan zo'n heel dun blad. Het is zo'n frail instrument. Ja, het is een heel fragiel instrument als je het bekijkt. Maar daarom is hij constructief zo geweldig uitgedacht. Als je bedenkt dat de krans van de viool, dat is het opstaande kantje, ongeveer 30, 32 millimeter. En in de oudheid hanteren ze wel eens andere maten. Maar 28 millimeter is hij eigenlijk altijd wel. En dan is de dikte van die krans, die is maar een millimeter. Meer is het niet. Dus het is eigenlijk een heel griezelig, dun instrument. Ja, en dan heb je de bladen nog. Nou, het achterblad is dan nog het stevigst van allemaal. Maar het bovenblad is een blad met een gelijke dikte. Die zit ergens rond 2,7, 2,8. Sommige bouwers hebben hem wel 3 millimeter. Ik heb zelfs een keer een instrument gemeten. Er zat een bovenblad op met een gedeelte van 5 millimeter dik. Vond ik erg zwaar. Maar het achterblad heeft echt dikte zones. Dat is ook allemaal uitgekuurd. Dat hoeven wij niet meer uit te vinden. Maar dat betekent wel dat zo'n blad is bewegelijk. En dat moet ook bewegelijk zijn, want hij moet die trillingen kunnen verwerken en veroorzaken. Maar hij moet niet knappen. Hij mag niet knappen. Nee. En dan zit tussen die twee bladen, onder de kam, of bijna onder de kam moet ik zeggen, staat een stokje. En dat stokje heet de stapel. En die staat als pootje tussen het bovenblad en het onderblad. En het onderblad. Maar als ik even met je meedenk, hè, je zegt die dikte van die bovenkant en die onderkant, die is in de loop van de viool anders. Maar is dat hout dan wel eenheid of zitten er stukjes opgeplakt? Nee. De bladen worden gemaakt uit massief hout. Wow. Dus je krijgt een brok hout wat uit een stam gezaagd is in een wigvorm. Die wigvorm die bestaat uit twee delen. Die is al deels doorgezaagd. En als je die wigvorm uit elkaar haalt en je legt ze met de dikke kanten tegen elkaar, dan krijg je het blad zoals de viool, zoals die in de viool toegepast wordt. En dat betekent ook dat je een symmetrie krijgt in de tekening van je bladen. En dat geldt vooral voor het achterblad. Daar valt het meest op. Het achterblad is van ahorn en daar zit een tekening in. Wij noemen dat spiegeltjes die we zien. Dat zijn radialen die vanuit het hart naar buiten lopen. En die spiegels die komen in beeld zodra je het hout kwartiers zaagt. Nou, dat zijn misschien wat kreten die niet helemaal helder zijn. Maar mooi. Dat is mooi. Je hebt dus in het hout heb je een aanwijzing tot hoe ver je moet gaan. Nou, je weet dat als je kwartiers hout zaagt, dan krijg je de spiegels te zien. Okay. En dat is bij eikenhout zo. Dat is bij elk hout waar ook spiegels in zitten. Dan zie je moet kwartier zagen, dan krijg je spiegels.
En als je dat gedaan hebt voor de viool, het ahorn, en je klapt hem open, dan krijg je ook die spiegeltjes aan beide kanten, krijg je ze symmetrisch terug. Ja. En dat maakt heel leuk. Er zijn ook violen die worden gemaakt met een heel blad. Dus dat is niet een samengesteld blad, maar dat ding dat is in zijn geheel uit de stam gehaald. Dat kan ook. En dan krijg je nooit een symmetrisch blad, maar dan kan ook wel heel fraai zijn natuurlijk. Dat is net waar je van houdt. Ja. Maar zowel het voorblad als het achterblad wordt in principe in twee delen in elkaar gezet. Dat wordt gevoegd, zoals dat heet in vaktaal. Ja, ja. Heeft dat hout nog invloed op de klank? Ja. Ja, want hout is klank. Alleen op welke manier ga je selecteren? Nou, en daar doen allerlei wilde verhalen de ronde over. Ja, echt, je lach je af en toe je broek aan flarden als je de verhalen hoort over hoe dat gaat. Daar zit ook een stukje marketing aan vast. Oh, vertel. Ja, hoe interessant wil jij de vioolbouw maken? Hoe interessant wil je jouw product als vioolbouwer? Hoe wil jij dat product zo interessant mogelijk maken voor je toekomstige klant? Nou, dan kan je daar een heel wollig verhaal omheen hangen van alles wat je allemaal speciaal doet om een instrument in elkaar te krijgen. Het begint bij de keuze van het hout. Wat wij doen, en dan heb ik het even wij, dan zeg ik over de Nederlandse Vioolbouwschool. En ik zeg dat omdat ik inmiddels ook een klein beetje betrokken ben bij de organisatie van die school. Ja, je hebt hem niet meer losgelaten, hè? Storm 8. Nee, dat kan ik niet meer loslaten. Nee, ik heb daar te veel mee. Maar als de school nodig heeft, hout nodig heeft, ja, dan gaan ze naar Boebenreuth. Dat ligt tegen de Tsjechische grens. En dat is een heel oud stadje, plaatsje, waar ook vioolbouwers zaten en zitten nog. Maar daar zit een houthandelaar en die heeft zo'n onvoorstelbare voorraad vioolhout. Dat is gigantisch. En niet alleen viool, hoor, altviool, cello en zelfs bassen. Alleen dat wordt steeds moeilijker. Maar voor viool heeft hij nog tig jaren op voorraad liggen. Als wij daarheen gaan met de school, met mensen die geïnteresseerd zijn, dan gaan we met een groepje van 4 of 5 mensen. En wij mogen daar bij uitzondering bij deze houthandelaar zelf het hout selecteren. En dat doen we ook graag. Dat geloof ik. Want je kan natuurlijk zeggen van ja, je gaat naar de Arnhemse Fijnhout of de Amsterdamse Fijnhout en je gaat daar ook een stukje vioolhout halen. Hebben ze ook liggen. Daar zit er gerust af en toe een mooi stukje hout bij. Alleen wij zijn wat, ja, laat ik het nou maar voorzichtig zeggen, wij zijn een beetje preciezer. En wij willen heel graag en een mooi stuk hout hebben, maar ook een stuk hout waar een hele goede klank in zit. En dat kan je natuurlijk uit zo'n enorme voorraad, waarvoor 150.000 violen aan voorraad ligt. Ja, dat is echt bizar, hoor. Ja, daar kan je wel zoeken. En ik had zelf afgelopen zomer een stuk hout nodig voor een cello. Dus ik ben meegeweest daarheen ook. En het is echt indrukwekkend. Dat is fantastisch. Maar we selecteren op gewicht. We selecteren op uiterlijk, op hoe mooi is het hout, hoe mooi zien de vlammen eruit, van met name het achterblad, maar ook voor de krans. En hoe ziet het voorblad eruit? Wat is de krans? De krans, dat is de opstaande kant van de viool. Oh ja. Van het trommel. Die zie je natuurlijk ook, ja. Ja, die zie je, nou en of. Ja. En de krans wordt samen met het achterblad bij elkaar gezocht. Oftewel, als het achterblad een bepaalde vlam heeft die in een bepaalde hoek loopt, dan zoek je de krans, de opstaande kant. Daar moet diezelfde vlam ook in voorkomen, maar in diezelfde schuinte als die in het achterblad zit. Dat is het mooiste, nou, natuurlijk. En dat is heel fraai. En ja, als je dat mooi bij elkaar gezocht krijgt, dan heb je een heel mooi setje. Nou ja, en dan heb je natuurlijk, jij vraagt over hoe zit het er met klank. Nou, hout is alleen maar klank, bij wijze van spreken. Ik zeg het maar even zo. Omdat wat je ook beetpakt, of je nou een tafelblad of een plank of een pak een klomp, als je erop klopt, geeft dat ding een geluid. Bij viool is dat natuurlijk een ding wat nogal belangrijk is. En je kan een stuk hout in je vingers hebben, vioolhout in je vingers hebben, waarvan je zegt van, oké, het ziet er mooi uit, maar het klinkt voor geen meter. Je houdt een beet en je tilt hem op en je tikt daartegen vlak bij je oor, tik je tegen dat hout en dan hoor je in dat hout een lagere toon en een hogere toon. De lage is van de lengte van het blad en de hoge toon is van de breedte van het blad. Je kan dus hout selecteren op allerlei
criteria, maar klank is zeker een ding wat wij altijd heel belangrijk meenemen. Ja, ik vind het. Ik kijk nooit meer hetzelfde naar een viool. Nee, dat doe je ook niet. Nee. En dan nog even, ja, ik kom even terug op die F-gaten. Dat vind ik ook zoiets. Ja. Hoe krijg je dat nou in zo'n blad? En waar zijn ze voor? Ze zijn voor het geluid, hè? Ja, je moet je voorstellen als een... als jij een plastic zak dicht doet, zo'n zipzak, en je doet de sluiting dicht, en er zit lucht in die zak, probeer het eruit te drukken, dan ga je niet lukken, hè? Nee. Dan moet je die zipzak open doen en dan ontsnapt de lucht. Als je een geluidbox ziet van wat ik net noemde bij een geluidsinstallatie, en je ziet die konus heen en weer gaan, dan zie je dat ding, die kan wel een centimeter heen en weer klappen als je een grote box hebt. Dan moet er ergens achter die konus moet een ruimte zitten waar die lucht heen en weer kan. Of het moet zo zijn dat die gebouwd is met die golfjes, dat golvende zwarte materiaal waar die in zit, dat die daar het spanningverschil kan opbouwen, dat die daar kan verwerken. Want als jij een konus naar buiten laat gaan, dan trekt hij de ruimte erachter vacuüm. En als hij weer teruggaat, als te ver teruggaat, of nog verder teruggaat, dan zou die druk opbouwen. Elk materiaal wat je in trilling brengt, ga je lucht in trilling brengen, in beweging brengen. En als jij een viool aanstrijkt, dan gaat via de snaren, via de kam, gaat de trilling die de snaren dus veroorzaken, die gaan naar het bovenblad. Hmm. En het bovenblad, dat pootje ertussen, die stapel, die geeft het door naar het onderblad. Of als je het wil zeggen, het voor- en achterblad. Die staan dus met elkaar in verbinding, middels die stapel. Dat stapeltje is een ongelooflijk belangrijk ding. Die heeft ook een heel specifieke plaats ten opzichte van de kam. Nou, die afstelling, dat hebben we allemaal in kaart gebracht in de afgelopen honderden jaren. Dat weten we ondertussen hoe dat zit. En daar kun je mee experimenteren. Soms heb je een instrument waarbij je het stapeltje net nog even een millimetertje of een halve millimeter opschuift, waardoor de klank toch beter wordt. Dat zijn allemaal dingen die je kunt testen zelf. Heel veel instrumenten die ik in mijn vingers krijg, die zijn toch niet helemaal juist afgesteld. En dat is best grappig om te zien. Maar als ik krijg een seintje. We hebben nog maar weinig tijd. Ik wil nog iets weten over die snaren. Want ik heb verbaasd gestaan waar die allemaal van kunnen zijn. Ja, daar is ongelooflijk rijkdom in, zou ik bijna zeggen. We hadden natuurlijk vroeger barokinstrumenten. En daar kwamen alleen maar snaren op die van darm gemaakt zijn. Dus dierlijke onderdeeltjes. Ja, als jij van een geit of weet ik veel wat een stuk darm pakt en je gaat dat op een bepaalde manier behandelen en in elkaar draaien, dan krijg jij een barok vioolsnaar of een cellosnaar. Daar komt geluid uit. Ja, die kun je aanstrijken met een strijkstok met paardenhaar. Heb je ook weer zoiets leuks. En daar doe je een beetje hars op die strijkstok. Een speciaal soort hars. Daardoor wordt die haar nog stroever dan die al is. En je strijkt de snaar aan en er komt geluid. Maar er zijn ondertussen ook vioolsnaren in de handel. Dat zijn metalen snaren. En die kun je van alle mogelijke metalen... Op een viool? Of voor op viool, ja. Okay. En dan heb je bijvoorbeeld een stalen kern of een kunststofkern. En dan wordt die metaal omwikkeld. Er zijn allerlei uitvoeringen voor. Dat is heel interessant. Er zijn honderden uitvoeringen van. Ja, en gebruik jij ook nog darmen? Nee, nou dat wil zeggen, ik heb ze. Maar eigenlijk alle nieuwe instrumenten of alle moderne instrumenten die we nu restaureren of wat dan ook. Dan gaat eigenlijk altijd een metalen snaar op met een omwikkeling enzovoort. Dus een moderne snaar. Maar er zijn barok violisten die uitsluitend barok instrument spelen. En die willen dus ook barok snaren hebben. Oftewel de darmsnaar. Ja. Ja. Ik vind het geweldig. Ja. Ik vind het een hele andere wereld. Ja. Jij schrijft ook gedichten. Ik vind het altijd erg leuk om met een gedicht te eindigen. Zou je ons een gedicht voor willen lezen? Ja. Mochten we de tijd uitgaan, wil ik je in ieder geval hartelijk bedanken dat je er was. Ik kom zeker een keer in je atelier kijken, want ik vind het geweldig wat je vertelde. Je bent meer dan welkom. Dank je wel. Ik heb een gedicht. En dat heb ik ooit een keer geschreven. Ja, waarom begin je te schrijven? Ik heb ooit een keer dit gedicht geschreven omdat een dochter van ons zwanger was. En dat doet wat met een aanstaande opa. Nieuw leven, heb ik het genoemd. Met haar handen op haar buikje. Net wat ronder dan voorheen, voelde zij daar iets bewegen, diep van binnen, naar het scheen. Nu zo'n wondertje gaat groeien, dient het zich voorzichtig aan. Even moest ze rusten. Ze had een lange dag te gaan.
Telkens als zij leven voelt, is er dat intens verlangen. En dan pinkelt plots een traantje over haar bijna moederwangen. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.